Vandaag in de vlog, ik praat over mijn onzekerheid in mijn favoriete podcast. Ik dat heb gekeken, dan voel ik me daarna zo'n uurtje een beetje zo mislukt. Ja, echt? Dag 2 van mijn snoeploze week. Ja, ik liep daar rond, ik dacht, nee, dat kan niet. Ik ontdek een wond bij Kai. God, wat heb je allemaal weer uitgespookt? En? Ik voel me zo spiritueel. Waarom is het echt zo lekker om je uit te rekken? Wat is er lekker aan om je spieren lang te maken? Heerlijk. Goedemorgen, ik ben nog niet gedoucht en aangekleed. Ik had even niet zo'n zin, want ik wilde gewoon eerst even wat editen en ontbijten. Het is dinsdag, het is de tweede dag van mijn suikervrije week. Gisteren miste ik de suiker in mijn ontbijt. Normaal gesproken had ik dat krusli met best wel wat toegevoegde suiker. Ik vond het nu gewoon een beetje smakeloos allemaal. Dus ik ga kijken of het helpt als ik er wat, hoe heet dat, zoetstof bij doe. En misschien wat pindakaas om het een beetje meer smaak te geven. Vanavond ga ik iets heel leuks doen. Ik ben te gast in een van mijn favoriete podcasts. En ik hoop dat ze daar niet allemaal lekkere koeken en zo hebben waar ik dan nee tegen moet gaan zeggen. Dat zou ik erg jammer vinden. Kijk, het ergste zou zijn in deze week. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar als iemand me taart zou aanbieden. Ik kan echt geen nee zeggen tegen taart. Taart is echt mijn lievelingseten. Misschien een suikervrije taart, dat bestaat vast. Hey Poes, kom je even hallo zeggen. Hallo. Goedemorgen Poes. Kai lag vannacht heel lekker bij me in bed. Maar toen draaide ik me om, of ik had het warm, ik deed even de deken van me af. En toen, 1 seconde later wilde ik weer onder de deken gaan liggen. En toen had hij in zijn eentje de hele deken bezet. Ik kon gewoon geen plekje meer vinden waar mijn benen nog tussen konden. Ja, dus toen heb ik hem helaas een klein stukje moeten opschuiven. En toen ging hij er zo heel beledigd snel vandoor. Toen is hij niet meer teruggekomen. Goed, tijd voor koffie en ontbijt. Nieuwe koffie. Ik zag vanmorgen zo'n ontzettend grappige compilatie van B&B vol liefde. Echt heel knap gemaakt ook. Het was me al opgevallen dat 3 verschillende kandidaten die op verschillende plekken zijn, die niks met elkaar te maken hebben, allemaal moeite hadden met het woord spiritueel. Eentje kon het helemaal niet uitspreken en de ander zei de hele tijd spiritueel. Spiritueel. Ik voel me zo spiritueel. Als spiritualiteit letterlijk soort van je hele ding is, dan kun je toch wel uitspreken. Dus ik snapte dat niet goed. Maar ze hadden die dingen achter elkaar gezet. Ik moest er zo erg om lachen. Ik vind het ook wel echt heel toevallig dat er dan, dus echt een heel spiritueel seizoen. En dat er dan zoveel mensen zijn die het niet kunnen uitspreken. Ik heb zelf bijzonder weinig met spiritualiteit. Ik krijg er erg kriebels van. En dat komt wel deels door een vervelende ervaring met iemand die ik ooit kende, die wel heel spiritueel was en die dat heel erg bij mij probeerde op te dringen. Sindsdien heb ik, ja, ik ben er een beetje allergisch voor geworden. Desalniettemin vind ik het heel grappig om te kijken naar mensen die wel heel spiritueel zijn. Nieuwe koffie, natuurlijk van Wakuli. Ik heb er erg naar uitgekeken. Dit is de Discover Monthly uit Oeganda. Door deze 2 mensen verbouwd. De smaak is grapefruit en sinaasappel. Grapefruit en sinaasappel. Niet gewoon citrus, maar grapefruit en sinaasappel. Ik ben erg benieuwd. Als je ook echt lekkere koffie wil drinken en je wil nooit zonder zitten, probeer dan een abonnementje van Wakuli. Als je mijn kortingscode gebruikt, krijg je 50% korting op je eerste 3 zakken Wakuli. Zo, ik zit al, het is super lekker weer trouwens. Ik zit al de hele dag binnen achter mijn computertje te monteren. Normaal gesproken kan ik een vlog best wel snel in elkaar knallen, maar ik ben nu de Veluwe vlogs met Bonnie aan het monteren. En we hebben gewoon zulke lange kletsstukken en die zijn eigenlijk te leuk om kort te knippen. Dus daar wil ik dan eigenlijk wel een beetje de tijd voor nemen, maar ik wil ook niet dat het saai wordt. En dat kost veel meer tijd dan even wat sfeerbeelden achter elkaar zetten of zo. Dus daar ben ik nog even zoet mee. Ik ben ondertussen denk ik wel 4 keer naar de snoepkast gelopen. Gewoon uit automatisme, omdat daar die heerlijke bak met Haribo snoep staat. Er is mij dus verteld dat er een dag komt, nou eigenlijk over een week of zo al, dat ik dan naar deze bak kijk en dat ik dan denk,
niet zo'n zin in. Of misschien één snoepje en dan niet de hele bak leeg vreet en de rest van de avond buikpijn heb. Zoals normaal gesproken. Maar ik moet wel even iets eten, dus ik ga even een boterham smeren. En ik zag net dat er een heel leuk en spannend mailtje is binnengekomen. Dat gaan we even samen openen zo. Oh ja, en ik moet even de was ophangen. Ben ik al 2 keer vergeten en dan blijft het zo lang in de trommel zitten. En dan gaat het allemaal stinken, moet ik het nog een keer wassen. Achter dat Kai hier helemaal een wond heeft bij zijn keel. Ik zag een beetje viezigheid in zijn vacht zitten en ik wilde het zo wegvegen. In één keer veeg ik zo zijn dikke vacht aan de kant. Er zit er gewoon een hele korst, waar hij misschien al heel lang last van heeft. Dus ik denk niet echt een spoedgeval, maar ik wil wel graag met hem naar de dierenarts. Alleen, die is normaal gesproken tot best wel laat open, maar vandaag dus niet. Even kijken of ik het zelf kan schoonmaken. Hij lijkt verder wel oké, okay. Hij eet, hij drinkt. Hij heeft gewoon al de hele tijd een wond bij zijn nek. Oh, ziet er echt heel naar uit. Even wegkijken als je niet tegen kan. Heb je gevochten? Zag je dat? Ik zie nu ook wat krassen bij zijn oor. God, wat heb je allemaal weer uitgespookt? Waarom zeg je dat niet even? Nou, hij was helemaal niet ziekig of zo, maar het lijkt echt alsof hij daar een hele wond heeft gehad en alsof het ook echt ontstoken is. Een beetje bij zijn kaak, zijn hele vacht is weg. Oh. Ik vind het echt heel erg zielig. Ik voel me ook echt een slechte baas dat ik dit niet heb gezien. Het is volgens mij echt een wond die er al een tijdje zit. Alsof het een soort absces is geweest of zo. Ik ga gewoon morgenochtend, zodra de dierenarts open is, ga ik gelijk bellen. Zeggen dat het er slecht uitziet. Hopelijk gelijk mag langskomen. Oh, poes. Misschien moet ik hem even binnenhouden vannacht. Ik hoop dat hij nog weet hoe de kattenbak werkt. Jemig. Nou ja, ik bewaar de leuke verrassingen in de mail even voor morgen. Ik heb hem nog niet bekeken. Dus dan kunnen we morgen alsnog samen bekijken. Ik ben even niet in de stemming voor een leuke verrassing. Ik moet wel even in de stemming komen voor de podcast waar ik straks te gast ben. Eigenlijk had ik het al een klein beetje verklapt toen ik afgelopen zaterdag bij de Pride was. Toen kwam ik Ipe tegen. En Ipe had me uitgenodigd om te gast te zijn in de Pride aflevering van Eeuw van de Amateur, podcast van Ipe en Botte. Ook te gast zijn Manoy. Die heb je wel eens gezien in een gay talk. Lang geleden wel weer. En Nico, vriend van Ipe. En ik dus. Ik weet niet precies waar we over gaan praten, maar Ipe beloofde dat het niet al te zwaar en politiek zou worden, maar vooral vrolijk. Eén onderwerp komt waarschijnlijk sowieso ter sprake, dat is Troye Sivan. Want daar hadden ze het vorige week in de podcast over. Toen hadden ze het ook over Van Moof trouwens. Dacht ik, oh lekker. Van Moof en Troye Sivan zijn helemaal afgetikt. Daar hoef ik niks meer over te zeggen. Ik ben bang dat Troye Sivan toch wel weer te sprake komt. Die heeft namelijk een hele mooie, vette, sexy, queer joy clip gemaakt. Maar hij heeft er ook wat kritiek op gekregen dat er alleen maar broodmagere supermodellen in zijn video te zien zouden zijn. Dus weinig lichaamsdiversiteit. Ja, ik ben al de hele week argumenten aan het verzinnen om daar tegen in te brengen. Maar ja, eigenlijk is het gewoon wel waar. Je kan je alleen misschien wel afvragen, moet in ieder stukje kunst iedereen zich gerepresenteerd voelen? Ja, ik weet niet of ik er zo sterk iets over durf te zeggen. Of dat ik dan meteen gecanceld word door de andere aanwezigen. Dat is om 8 uur vanavond in Amsterdam. Dus ik ga even wat eten, denk ik. En dan op naar Amsterdam. Of ik ga eerst naar Amsterdam en daar meteen. Ik ben in Amsterdam. Klein beetje laat, dus ik loop even wat steviger door. Ik heb op het station even bij de Smullers een zeer matige kipburger gegeten.
waar smaakt dat nou eigenlijk naar? Op het station dacht ik ook nog van, oh ja, dit is ook echt het moment. Altijd als ik met de trein ga, bijna altijd, duik ik even de Aha To Go in om iets lekkers te halen. Iets van een koek of snoep of... Ja, ik liep daar rond, ik dacht, nee, dat kan niet. Goed, ik ga even doorlopen naar Piepers huis. Happy Pride allemaal. Happy Pride. Welkom bij de Deel van Amateur, aflevering 294. Met aan tafel Ipe Driessen. Hardo. Manoy Kamps. Hallo. Nico Naus. Hallo. En Bram de Wijs. Yes. Wat een leuke volle tafel hebben we hier. Line-up. Dat ik... in diezelfde puberteit waar ik het eerder over had... werd uitgescholden voor hooivork, om evidente redenen. En dus ik kom wel... lach maar. Ik kan het nu hebben. Ik heb bijvoorbeeld bij Prince Charming heel erg. Als ik dat heb gekeken, dan voel ik me daarna zo'n uurtje een beetje zo mislukt. Ja. Echt? Ja. Nee. Maar het is juist ook een soort bevestiging van... dit is precies wat je niet wil zijn. Ja. In bijna alle opzichten. Ja, dat wel. Maar er zitten ook al wel jongens bij die ik dan via ken. Denk, oh, ik dacht jij wel. Maar het is wel een ding bij jou, want je hebt het ook naar Tropicalium. Ja. Maar je hebt het niet naar Rush. Nee. Nee, terwijl ik mezelf daar ook helemaal niet in herken. Ik zie geen mensen met mijn lichaamstype. Nee. Maar dan ben je echt blind door liefde voor Troy. Ja, voor blind door liefde. Ja, bedankt luisteraars. Dag. Doei. Tjus. Doei. Nico. Wat ga je opzetten? Ik ga de Queen Eurodance cover CD opzetten. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik zie onder andere Scatman John, Captain Jack, DJ Bobo, Erotic. Echt, Ja, Culture Beat is onze favoriet. Hè? Dus die ga ik nu even opzoeken. Welke is dit? Dit is nummer 5. Het is een Scatman John die Queen covert. Kan hier nog tussen? Ja, dat is goed. Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk? Heel vrolijk. Het was een hele leuke opname. Volgens mij is het echt een toffe podcast geworden. Een hele goede Pride-editie van Eeuw van de Amateur. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, want tegen de tijd dat jij dit ziet, is die al een paar dagen online. Ik vond het heel erg gezellig met Botte en Ipe en Manoy en Nico. Ik heb een paar openhartige verhalen gedeeld, dus die ik misschien niet zo snel in mijn vlog zou vertellen, maar past wel goed in het thema, dus ik heb ze er toch maar uitgevloekt. En we hebben het natuurlijk over Troye Sivan gehad. Ik weet niet of ik hem echt heel goed heb kunnen verdedigen, helaas. Daarna hebben we nog een beetje nagepraat en heb ik nog heel lang met Ipe wijn zitten drinken en kletsen. Was erg gezellig. Maar nu is het wel iets van 2:30. We moeten even kijken hoe ik nu thuis ga komen. Maar het komt vast wel goed. Als je morgen een vlog ziet, dan weet je dat het is gelukt. Oh ja, en ik heb wel best wat gesnackt vanavond. Tukjes, druiven, kersen en minifriet. Geen zoetigheden, niks met suiker. Gelukkig, tweede dag is weer geslaagd. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je graag morgen weer. En dan ga ik, ja, als het lukt, ga ik gelijk met Kai naar de dierenarts. En ik ga dat mailtje openen met, als het goed is... een verrassende boodschap. Kijk maar even. Doei. Nou ja, überhaupt die termen vind ik al heel erg. Dat je twinks en bears en jocks en weet ik veel wat. Dus ja. Zodra je bij de gay community komt, zeg maar, moet je een hokje kiezen waar je dan in moet passen. Ja, bij binnenkomst passen. Moet je even een label kiezen en ja, dat is het dan. Nou, welke andere groep ter wereld heeft dat nou zo sterk? Ja. En ik vind dat echt heel erg. Eigenlijk moeten we daar gewoon helemaal mee stoppen. Ja. Eens. Ik zeg, ik gebruik ook nooit meer die woorden in mijn video's of zo. Zelfs niet otter? Nee, grapje, sorry.